In this webinar gaan we het hebben over ArcGIS Pro en de highlights die op de roadshow behandeld zijn. We kunnen lang niet alles behandelen, want de roadshow was 3 uur en we hebben nu een klein uurtje. Maar we zullen de hoogtepunten daaruit behandelen. We beginnen met wat slides om wat context te geven en daarna gaan we ook een aantal dingen laten zien. ArcGIS Pro is onderdeel van ArcGIS voor desktop en daarmee een nieuwe applicatie naast ArcMap. Op dit moment werken we nog steeds veel aan ArcMap. Er komt een nieuwe release uit in januari en die blijft ook weer 5 jaar ondersteund. Dus ArcMap is nog niet vertrokken. Maar daarbij moeten we wel zeggen dat al het nieuwe werk wat we doen met nieuwe innovaties, dat gaat met name in ArcGIS Pro. Dus nieuwe mogelijkheden die in het platform worden geïntroduceerd, worden in ArcGIS Pro geïntroduceerd. En daarmee zal deze applicatie steeds verder functioneel groeien ten opzichte van ArcMap. Op dit moment is de huidige release van ArcGIS Pro versie 2. En in versie 2 zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd op basis van uw vragen. Zoals ondersteuning voor WFS, native zonder dat het eerst ingelezen hoeft te worden. Het editen van annotaties, het maken van grafieken, dingen waarom veel gevraagd is. En daarnaast zijn er ook een aantal nieuwe dingen die bijvoorbeeld niet in ArcMap konden. Zoals orthomapping, het maken van puntenwolken uit luchtfoto's, het maken van vectortaals of het gebruik van arcade expressions. Een aantal van deze dingen gaan we ook laten zien. Als we kijken naar wat ons nou drijft bij het ontwikkelen van ArcGIS Pro, dan zijn het met name 3 dingen. Het eerste is, en dat is ook wel het belangrijkste, dat zijn verbeteringen op basis van wat er aan ons gevraagd wordt door u, door de gebruikers. Dus er zijn veel ideeën die binnenkomen en die proberen we waar mogelijk te integreren in nieuwe versies van ArcGIS Pro. Daarnaast zijn er ook technische innovaties die 10 jaar geleden met ArcMap niet mogelijk waren, die we nu wel in ArcGIS Pro kunnen implementeren. En een ander thema wat heel belangrijk is, wat eigenlijk door het hele platform speelt, is het idee van een connected desktop. Dat een desktop applicatie minder een op zichzelf staande applicatie is en meer geïntegreerd met het online platform of met die ArcGIS Enterprise omgeving. Zodat data overal altijd te raadplegen is. Als u ideeën heeft over welke kant ArcGIS zich op moet ontwikkelen, dan kunt u dat kwijt op een website die heet ideas.arcgis.com. En wat we tegenwoordig bijhouden is een lijst van ideeën die geïmplementeerd zijn in nieuwe versies van de software. En hier is ook te zien welke ideeën bijvoorbeeld terugkomen in ArcGIS Pro. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om velden te herordenen in de tabel. Of om native WFS support te hebben. Dus elke release kijken we naar de ideeën die populair zijn op ideas.arcgis.com. En in hoeverre deze te implementeren zijn in ArcGIS Pro. En dat is een belangrijke drijfveer voor de ontwikkeling van nieuwe functionaliteit. Als we kijken naar ArcGIS Pro activaties in Nederland, dus hoeveel mensen of organisaties gebruiken al ArcGIS Pro, dan zien we dat afgelopen maand bij de roadshow er 55% van alle ArcGIS desktop klanten in Nederland ook ArcGIS Pro 1 of meerdere keer geactiveerd hebben. Dat betekent dat er vanuit ArcGIS Online een named user is aangemaakt die ook een Pro-autorisatie heeft toegekend gekregen. En dit percentage dat groeit gestaag, het gaat best hard. Op dit moment is een toename van ongeveer 70% ten opzichte van het afgelopen jaar. Dus we zien dat er steeds meer en meer ArcGIS Pro gebruikt wordt bij nieuwe gebruikers van ArcGIS sowieso, maar ook bij steeds meer bestaande organisaties die of denken over het migreren naar ArcGIS Pro of ArcGIS Pro naast ArcMap gebruiken, want dat is natuurlijk ook mogelijk. Als we kijken naar de tijdlijn van ArcGIS Pro, dan is te zien dat in 2015 de eerste versie van ArcGIS Pro gereleased is. ArcGIS Pro 1.0 en 1.1.
In 2016 hebben we 1.2 en 1.3 released en dit jaar 1.4 en 2. En daarmee zijn we alweer 3 jaar op weg. Begin volgend jaar verwachten we versie 2.1 en in dit webinar zullen we ook een stukje rode het doen met een paar van de dingen die je kunt verwachten in de eerste volgende release januari volgend jaar. Als we wat verder inzoomen op wat ArcGIS Pro dan is, dan is het eigenlijk een nieuwe generatie ArcGIS desktop tool. Het is een 64-bit multithreaded desktop omgeving. Dat is iets waar veel om gevraagd wordt, dus het kan meer gebruik maken van alle resources in moderne computers. Het heeft ook een andere user interface dan u misschien van ArcMap gewend bent, waarbij een ribbon gebruikt wordt boven in beeld, waarin context afhankelijk de nodige functionaliteit in beeld is. Dat wil zeggen, als er bijvoorbeeld een vectorlaag is en u klikt daarop, in de table of contents krijgt u andere opties boven in beeld dan als het een rasterlaag is. En daarmee zijn er minder knoppen tegelijk in beeld en toch alle knoppen die u nodig heeft. Het is meer geïntegreerd ook met ArcGIS Online. Dat betekent dat u eenvoudig services en webmaps kan openen vanuit ArcGIS Online. U kunt ook webmaps delen vanuit ArcGIS Pro, dus de opmaak doen in ArcGIS Pro en dan delen als webmap. En ook gebruik maken van tools die in ArcGIS Online beschikbaar zijn. En in tegenstelling tot ArcMap is het ook 2D en 3D naast elkaar. Dus het is mogelijk om zowel 2D kaarten als 3D scenes naast elkaar te openen. En ook meerdere kaarten en layouts binnen een project te openen. Wat dat betekent is dat in ArcGIS Pro wordt er gewerkt met een project. Dat is wat u aanmaakt bij het openen van de applicatie. En binnen een project kunnen meerdere kaarten bestaan, 2D en 3D. En onafhankelijk van deze kaarten kunnen er ook meerdere layouts bestaan die deze kaarten weer in zich hebben opgenomen. En alle analyse tools die u gewend bent vanuit ArcMap zijn ook beschikbaar in ArcGIS Pro. Zoals ik al zei, de user interface die is vernieuwd en het lijkt niet meer op Office applicaties zoals Microsoft Word of Outlook. En dat betekent dus dat het contextueel is afhankelijk van wat u aan het doen bent in ArcGIS Pro en andere functies beschikbaar. Nou, dat is gebaseerd op een project en ook gefocust op een kaart. Dus dat wil zeggen als u één bepaalde kaart activeert, dan wordt daaromheen de user interface aangepast, zodat de zaken voor die kaart beschikbaar zijn. En als u dan een andere kaart klikt, dan zijn de knoppen weer van toepassing of de nieuwe kaart. En omdat 2D en 3D naast elkaar te gebruiken zijn, is ArcGIS Pro te zien als een samensmelting van applicaties binnen ArcGIS voor desktop. Waar met ArcMap u 2D kunt werken, zijn er ook in de 3D Analyst bijvoorbeeld ArcScene en ArcGlobe. En er is ook ArcCatalog als applicatie beschikbaar. Eigenlijk zijn er vier applicaties binnen de ArcGIS desktop omgeving. En die zijn samengesmolten in ArcGIS Pro, waar al deze functionaliteit een plek heeft gekregen. En daarnaast is ook een deel van City Engine functionaliteit, om bijvoorbeeld symbologie te maken op basis van regels, beschikbaar gekomen in ArcGIS Pro. Als we dan gaan kijken naar een aantal functies, dan is een belangrijke verandering is de editomgeving. En het is mogelijk om 2D en 3D te editen. Dat betekent dat de omgeving is wat eenvoudiger geworden met edit templates. En de 3D edit functionaliteit vanuit City Engine is ook beschikbaar in ArcGIS Pro, waardoor het eenvoudig is om ook 3D gebouwen te tekenen. Of 3D-modellen te maken en aan te passen. De edit-sessies zijn heel erg vereenvoudigd. Er is bijvoorbeeld geen knop meer voor start editing. Als u de edit-tools pakt, dan begint u meteen met editen. En als u klaar bent, slaat u het op. Of u stelt in dat het automatisch wordt opgeslagen elke zoveel minuten. De mogelijkheden voor het editen van Enterprise Geodatabases die blijven bestaan. Dus u kunt nog steeds gebruik maken van de Enterprise Geodatabase en daarmee editen in versies en dergelijke. Iets wat nieuw is in ArcGIS Pro, dat zijn group templates. En dat zijn zeg maar editing templates
die je kunt instellen waarbij meerdere stukjes geometrie tegelijk geëdit worden. En om een voorbeeld hiervan te geven, kunt u denken aan een hekwerk. Een hekwerk bestaat uit palen en tussen die palen is een hek. En in een database zou je dit misschien willen modelleren als punten voor elke paal en een lijn voor het hek. Wat u dan kan doen, is een edit template maken waarbij u, als u de lijn trekt voor het hek, automatisch om de zoveel meter een paal neer wordt gezet op de plek waar die zou moeten komen. En dan edit u dus in twee feature classes tegelijk. Het is ook nog mogelijk om topologie te gebruiken, zowel de GeoDatabase als Map Topology zijn beschikbaar in ArcGIS Pro. En de edit ervaring die is dus iets veranderd. Het lijkt daarmee iets meer op CAD, maar dat betekent eigenlijk dat er ja, andersoortige tooltjes beschikbaar zijn of hulpmiddelen om eenvoudig te kunnen tekenen. Een ander onderwerp in ArcGIS Pro is analyses. En omdat ArcGIS Pro een multithreaded 64-bit applicatie is, is het mogelijk om deze kracht ook te gebruiken bij analyses. Om dat te kunnen doen en effectief te kunnen doen, hebben we ook een aantal geoprocessing tools herschreven, zodat ze ook parallel uitgevoerd kunnen worden. Dus dat die analyse in meerdere processen tegelijk uitgevoerd kan worden, waardoor die sneller klaar is en ook meer gebruik van kan maken van de multicore computers die wij tegenwoordig hebben. Alle analyse tools die zijn te vinden in het analysis tabblad in het ribbon. Dus een van de tabbladen heet analysis en die biedt toegang tot eigenlijk alle analyse functies. En dat begint met een galerij van de meest gebruikte tools. Maar ook de toolbox zoals u het gewend bent met ongeveer 800 geoprocessing tools. Tools die in online of ArcGIS Enterprise beschikbaar zijn, bijvoorbeeld voor big data analyse, zijn ook in dit tabblad beschikbaar. Rasterfuncties, geoprocessing historie, maar ook de Python interface en modelbeelden zijn hier aan te roepen. Evenals de data interoperability workbench, als u die extensie geactiveerd hebt. Dus eigenlijk alles wat u nodig heeft voor het doen van analyses, is in dit ene tabblad bij elkaar te vinden. Een ander thema wat in ArcGIS Pro veel veranderd is, en hier willen we iets meer aandacht aan besteden in het webinar, is het thema van mapping en visualisatie. Op dit gebied is heel erg veel veranderd. Ten opzichte van ArcMap is de tekenperformance van geometrie heel erg verbeterd. En het is mogelijk, zoals ik al eerder zei, om meerdere layouts naast elkaar te gebruiken. Het model voor het maken van symbologie is ook veranderd. Dus de menus waar je in ArcMap vaak moest doorklikken naar een submenu en weer naar een submenu om geavanceerde symbolen te kunnen maken, dat is nu veel eenvoudiger geworden. Zaken als transparantie en 3D-cartografie zijn veel beter ondersteund. En het is nog steeds mogelijk om map series te maken en animaties. En bij het laatste zijn ook veel verbeteringen doorgevoerd. Dus het is veel uitgebreidere mogelijkheden voor het maken van animaties ten opzichte van wat het was in bijvoorbeeld ArcLoop. Ik heb hier een aantal voorbeelden van kaarten die gemaakt zijn met ArcGIS Pro en dan krijgt u een idee van wat de mogelijkheden zijn. Bij deze kaart wordt bijvoorbeeld een combinatie gebruikt van een range van kleuren om aan te geven of mensen liever bier of wijn drinken. En daarbij ook transparantie, of er meer of minder uitgegeven wordt aan bier of wijn. En ook het legenda is hier een aangepast legenda waarin dit prachtig wordt weergegeven. Daarnaast zijn het ook mogelijk om infographics-achtige kaarten te maken, waarbij op een gestileerde manier informatie wordt weergegeven, zoals hier van de verkiezingen. En het is mogelijk om bijvoorbeeld Firefly-symbologie te gebruiken. Mede door de mogelijkheden rondom transparantie zijn hiervoor veel meer mogelijkheden. En hier ziet u bijvoorbeeld spoorwegen en stations weergegeven. Om wat dieper in te duiken op deze verbeteringen wil ik een aantal dingen langslopen. En het eerste is zeg maar verbeteringen bij het exporteren van kaarten. Als u bijvoorbeeld een pdfje of een printje hier maakt. Nou, het allereerste en belangrijke verbetering is dat transparantie veel beter ondersteund is. En dit houdt in dat wanneer u een transparante laag maakt,
dat alle lagen daaronder ook als vectorlagen beschikbaar blijven. In tegenstelling tot ArcMap, waar deze lagen dan verrasterd werden. En de anti-aliasing is verbeterd. En daarmee ook zijn de graphics beter geworden. Exporteren gaat ook sneller en het zijn kleinere bestanden. En het is ook mogelijk om, mede door al deze verbeteringen, hele grote kaarten te exporteren. Veel groter dan dat mogelijk was in ArcMap. Bijvoorbeeld de luchtfoto die u achter ons ziet. En dat is een kaart van bijvoorbeeld 3 bij 5 meter die geëxporteerd is met ArcGIS Pro. We zien hier in de plaatjes ook een aantal voorbeelden uitgelicht. Dus waar in ArcMap bijvoorbeeld een transparante halo om tekst heen wit zou worden, kan dit in ArcGIS Pro transparant blijven. En u ziet ook dat alle wegen veel strakker zijn, omdat al die lage vectors blijven. Dus alle lijnen die blijven heel strak en daarmee is het mogelijk om op hele hoge resolutie te exporteren. Een andere verbetering, of iets nieuws in ArcGIS Pro, is Arcade. En Arcade is een nieuwe expressietaal voor het ArcGIS platform. Dit kan gebruikt worden in de desktop, maar ook in bijvoorbeeld ArcGIS Online om expressies toe te passen. En het zijn expressies die gebruikt kunnen worden bij bijvoorbeeld het labelen van data, het renderen van data, het variëren van symbolen qua grootte of kleur en het aanpassen van range aliases. En een voorbeeld wat hier weergegeven is, is bijvoorbeeld dat er een gemiddelde wordt berekend over 5 verschillende kolommen. En op basis van dat gemiddelde wordt dan een symbool weergegeven. Dit is natuurlijk al mogelijk in ArcMap, maar dan moet je een nieuw veld toevoegen en daarin een gemiddelde berekenen en dan op dat veld een symbologie maken. En met Arcade kan dit dus dynamisch, zonder dat er een nieuw veld aangemaakt moet worden. Zodat als de originele data verandert, de resultaat van de expressie ook meteen mee verandert. Er zijn ook vernieuwde mogelijkheden rondom het maken van diagrammen en grafieken. En een diagram of grafiek is op dit moment gekoppeld in ArcGIS Pro aan een laag. Dus als u met de rechtermuisknop op een laag klikt, kunt u daar een grafiek van maken. En dat wordt dan een apart item in ArcGIS Pro. En dat kan een profiel zijn, of een boxplot, een histogram of een QQ-plot. Er zijn diverse mogelijkheden. En die kunt u ook stylen op basis van de kleuren van de kaart. En u kunt diverse styling opties toepassen voor de achtergrond en bijvoorbeeld de lettertypen die er gebruikt worden. En deze grafieken en diagrammen kunnen ook weer opgenomen worden in de layout. Zoals ik eerder zei, zijn er de mogelijkheid om meerdere layouts te gebruiken. En daarin kunnen zowel 2D-kaarten als 3D-scenes opgenomen worden. De kaart is dus losgekoppeld van de layout. En deze kunnen onafhankelijk van elkaar bijvoorbeeld gepand en gezoomd worden. Daarbij zijn er ook geen afhankelijkheden meer van een printer voor bijvoorbeeld het instellen van papiergroottes. Er zijn diverse standaard papiergroottes beschikbaar en hier kan altijd uitgekozen worden, onafhankelijk van of er een printer is aangesloten die die papiergroottes ondersteunt. Iets wat ook mogelijk is, is om inline de tekst te editen. Dus als u een titel maakt op uw kaart, dan kunt u in de kaart die titel aanpassen zonder dat er een apart dialoogvenster voor geopend hoeft te worden. En hetgene wat in ArcMap data-driven pages werd genoemd, dus het maken van series van kaarten op basis van bijvoorbeeld elke gemeente een aparte kaart, dat is nog steeds mogelijk en dat heet in ArcGIS Pro een map series. En in die map series is het ook mogelijk om dynamische grafieken en tabellen op te nemen. Dus als bijvoorbeeld u zoomt naar een andere gemeente, dan passen de gegevens van de grafiek zich aan naar de betreffende gemeente. Een laatste verbetering van ArcGIS Pro waar ik het over wil hebben met deze slide, is het delen van content naar het web. Het is heel eenvoudig om met één druk op de knop webmaps en 3D webscenes te delen vanuit ArcGIS Pro. Dus als u een kaart heeft, 2D of 3D, kunt u deze rechtstreeks delen naar het web, naar ArcGIS Enterprise of naar ArcGIS Online. Daarnaast is dat zo dat map packages, layer packages en ook project packages getild kunnen worden naar ArcGIS Online als een item, zodat als u in ArcGIS Pro
een layer wil openen, een layer package, dan kunt u die ook vanuit het portaal naar binnen halen en op die manier uitwisselen binnen uw organisatie. Hetzelfde geldt voor maps en layout, taken, symbologie. En bij het delen van content naar het web worden ook arcade expressies meegenomen. Dus als u in uw kaart bijvoorbeeld de symbologie doet op basis van een expressie die je gemiddelde berekent over een aantal jaren van een waarde, dan wordt dat ook gehonoreerd in ArcGIS Online of in ArcGIS Enterprise, wanneer die kaart gepubliceerd is. Nou, we hebben een heleboel dingen behandeld hier met behulp van deze slide. En we willen graag een aantal dingen laten zien. Goed, we zitten hier in ArcGIS Pro. En ik ben opgestart met een project. En vanuit het project kunt dus één of meerdere kaartviews gaan tonen. Laten we eens kijken van hoe we met data om kunnen gaan. Bijvoorbeeld data die vanuit ArcMap is ingelezen. Zie je aan de rechterkant het catalog window. En daar zien we naast de folders die we hebben, ook allerlei andere elementen die een project maakt in ArcGIS Pro. Dus er is namelijk een verzameling van kaarten die ik kan hebben. Een verzameling van één of meerdere toolboxes. Connecties naar databases toe. Maar hier vind ik ook één of meerdere layouts terug. Nou, laten we eerst kijken hoe we data vanuit een bestaand ArcMap project, een MXD, kunnen gebruiken in ArcGIS Pro. Daarvoor heb ik hier een MXD staan. Dus zodra ik op de rechtermuisknop druk, kan ik deze MXD importeren in mijn ArcGIS Pro project. En wat we zien is dat er een nieuw tabblad bij komt met een nieuwe kaartmode waarin alle data beschikbaar komt. En de opmaak zoals die gedefinieerd was in ArcMap, inclusief de labeling en dergelijke, die wordt één op één overgenomen in mijn ArcGIS Pro project. En vanaf hier kan ik verder werken en de data gaan bekijken. En zoals we zien kunnen we vrij snel zeg maar door de data heen scrollen en de data bekijken. En wat we ook zien is dat alle lijnen zeg maar vrij strak zijn, in tegenstelling tot wat we in ArcMap gewend zijn. Dus dat is ook een verbetering in de opmaak en de visualisatie in ArcGIS Pro. Goed, laten we eens kijken naar een andere map. Daarvoor ga ik in de catalog window naar een map toe en ik open hem. En deze toont in dit geval dezelfde achtergrondkaart, de base map, met overheen de CBS gemeentekaartlaag. En die wil ik gaan stylen. Dus even goed opletten op de ribbon. Dan zien we dat die gaat veranderen zodra ik de kaartlaag, de layer gemeente aanklik. Zodra ik dat doe, dan verschijnen hier drie aparte menu-items, waarvan de eerste is om de visualisatie te wijzigen. Zo kan ik hier bijvoorbeeld de symbologie aanpassen, de manier zoals we gewend zijn ook in ArcMap. Dus je kunt bijvoorbeeld op unique values doen. Dus zodra je dat doet, kan je een bepaald element kiezen, bijvoorbeeld een veld kiezen. Maar we zouden hier ook een zogenaamde arcade expressie kunnen gaan gebruiken, wat nieuw is in ArcGIS Pro. En wat ik bijvoorbeeld wil gaan doen, we zien bijvoorbeeld velden in zitten, een aantal mannen en een aantal vrouwen. Maar nu wil ik eigenlijk een kaart maken waar we kunnen zien waar meer mannen voorkomen in welke gemeente en waar meer vrouwen voorkomen. En normaal zou je daar een nieuw veld moeten maken en de berekening op deze velden. Maar nu kunnen we dat met een expressie gaan uitvoeren, zodat dat dynamisch gebeurt. Daarvoor kan ik een stukje code gaan pakken. En dat ziet er als volgt uit. Als de kolom aantal mannen meer een grotere waarde heeft dan het aantal vrouwen, dan zal die de waarde mannen teruggeven en anders de waarde vrouwen. Dus die expressie die kan ik hier invoeren. Ik wil nou iets groter maken, zullen we zien. Even valideren. En zodra ik op OK druk, wordt mijn visualisatie daarop op aangepast. Nou, we kunnen hier uiteraard de opmaak veranderen, andere kleurtjes aangeven. Dat laat ik even nu voor wat het is. Maar wat ik nu bijvoorbeeld ook met een arcade expressie kan doen, is bijvoorbeeld de visualisatie aanpassen. Ik kan bijvoorbeeld de transparantie ook aanpassen. Dat kan normaal gesproken op een kolom, hè, een veld gebeuren. Maar ook hier kan ik een expressie toevoegen op basis van een arcade. Ja, dus wat ik nu doe is, ik heb hier een expressie staan die kijkt van als het aantal mannen
meer is dan het aantal vrouwen. Dan pakt hij uit een ander veld de waarde om transparantie weer te geven. En bij vrouwen doet hij, pakt hij een ander veld. Dus die expressie stop ik hier ook in. Valideren. En wat je nu ziet is dat de transparantie automatisch aangepast wordt. Nou, die kunnen we nog wat verbeteren. De laagste waarde op 100% te zetten. En nu zie je bijvoorbeeld, als ik hier inzoom, dat de transparantie van URK bijvoorbeeld lager is dan de transparantie van de omliggende gemeentes die omheen liggen. Arcade kan ik ook inzetten voor labeling. Dus stel dat we even inzoomen op een bepaald gebied en willen hier de labeling bij zetten. Dan gaan we naar het menublad labeling. En in plaats van een veld kiezen we ook hier weer voor een expressie. En voor de expressie kiezen we in dit geval de volgende expressie. Ook hiervoor weer, als het aantal mannen groot is dan het aantal vrouwen, dan komt in de label te staan een emmetje plus het aantal mannen. En anders een veetje het aantal vrouwen. Dus die expressie zet ik hier neer, valideren, klik op apply en zet vervolgens de labeling aan. En nu zien we, een klein stukje inzoomen, dus gemeentes waar meer mannen komen. In het geel, daar staat een M met het aantal en bij de gemeentes waar meer vrouwen voorkomen een V'tje met het aantal vrouwen. En zo kan je dus heel dynamisch zeg maar gebruik maken van de expressie voor zowel labeling als visualisatie. Laten we naar een ander voorbeeld gaan kijken. Grafieken en tabellen. En daarvoor wil ik gebruik maken van een derde view eigenlijk. Ik zal de opmaak even weghalen en ook even weghalen. Dus hier hebben we hier de top 10 NL, zoals we die net ook hebben binnengehaald. En in dit geval wil ik hier een kaart van maken. Nou, hoe pak je dat aan? Je gaat naar het insert tabblad toe. Zeg ik wil een nieuw layout maken. En hier krijgen we alle papierformaten te zien. Dus we kunnen bijvoorbeeld een A4 kiezen. En dan wordt een nieuwe layout aangemaakt met een leeg blad. Dat is anders dan in ArcMap. En vanaf hier kan ik elementen op mijn layout plaatsen. En een van de zaken is een map frame. Dus we kunnen bijvoorbeeld de kaart van de top 10 NL pakken. En die wordt dan met dezelfde extent wordt die weergegeven. Voordeel van Pro is dat we verschillende views naast elkaar kunnen zetten. Dus we kunnen bijvoorbeeld de layout view, ik zal even inzoomen om de voer accent hebben, kunnen we naast het kaartbeeld zetten. En in tegenstelling tot in ArcMap kan ik mijn view kan ik gewoon verplaatsen, terwijl er niks verandert in mijn layout. En dat is vaak wel erg handig, hè, want hoe vaak is het niet gebeurd dat je eventjes naar de view mode ging, een kleine inzoom of een uitzoomactie deed en je hele opmaak in je layout was gewijzigd. Dat nadeel heb je niet meer in ArcGIS Pro. Dus zo kunnen we switchen zeg maar, van map view naar layout view. Wat ik hier nu verder bij wil zetten zijn andere elementen. Ik kan hier bijvoorbeeld een grafiek bij zetten. Dus bij de insert tabblad kunnen we bijvoorbeeld kiezen om grafieken op te nemen. Ik heb al van tevoren een grafiek gedefinieerd, die ik eenvoudig op mijn kaart kan weergeven. Die kan ik gaan geplaatsen. De data wordt automatisch wordt geladen en gerefreshed op de kaart weergegeven. Zo geeft hij zeg maar van wat op dit moment in de extent staat, geeft hij de aantallen weer. Nou, de opmaak van deze grafiek kan ik helemaal aanpassen. Daarvoor wil ik alvast een gestelde layout gaan weergeven. Dus ik kan naast mijn layout die ik nu gemaakt heb, ook een tweede of een derde layout openen. En deze toont nu een opgemaakte kaart, waar ik naast mijn grafiek ook de mogelijkheid heb om een tabel op mijn layout te plaatsen. En ik kan, zodra ik deze heb geselecteerd, kan ik naartoe zoomen. Dus hier zien we de inrichtingselementen in dit geval van het kaartbeeld wat we op dit moment te zien krijgen. Dat betekent dat als ik gebruik maak van Map Series, die ik ook al van tevoren heb klaargezet, kan ik bijvoorbeeld switchen naar een andere gemeente, bijvoorbeeld de gemeente Landsmeer. Dan wordt
het kaartbeeld wordt aangepast, maar ook de grafiek wordt opnieuw bepaald. Op basis van de elementen die op dit moment in de kaart staan. Dan ga ik naar de gemeente Leek toe. Dan zien we hetzelfde weer gaan optreden. Maar wat we ook zien is aan de linkerkant zien we een grafiek staan, of een tabel staan. En ook die tabel, die wordt dynamisch wordt die gevuld, afhankelijk van wat ik kies. Dus als ik nu bijvoorbeeld naar Leeuwarden toe ga, dan wordt het kaartbeeld wordt aangepast, maar ook automatisch wordt de tabel aangepast. En nou, dat is iets wat in ArcMap niet mogelijk was, maar nu wel tot de mogelijkheden behoort. En zo kan je op eenvoudige manier een mapserie, of een data driven pages maken, met daarin een dynamische grafiek, een tabel, behorend bij de elementen die op de kaart te zien zijn. Goed, laten we even teruggaan naar de opmaak zoals ik die eerder had met Arcade. Dus die kan ik op deze manier kan ik openen. En nou eens kijken hoe we de elementen kunnen gaan delen. En dit kaartbeeld wil ik bijvoorbeeld gaan delen naar Arcsys Online toe. Daarvoor kan ik gebruik maken van de share button. En we kunnen onder andere exporteren naar een PDF toe of naar een PNG toe. We kunnen printen. Maar we zien hier ook de mogelijkheid om mijn data direct te delen als een webmap naar ArcGIS Online toe of naar mijn organisatieportaal toe. Nou, in dit geval ben ik ingelogd aan de rechterbovenkant in mijn ArcGIS Online omgeving, mijn organisatieaccount. En daar ga ik nu ook naar publiceren. Dus zodra ik op webmap klik, kan ik een naampje opgeven voor deze kaart. Dus ik noem deze even gemeente webinar december 2017. Daar kan ik een samenvatting bij geven en een aantal teksten gaan toevoegen. En vervolgens kan ik hier aangeven van de data die ik lokaal heb staan, hoe ik die zeg maar als een in de feature wil gaan gebruiken. Wil ik die editable maken, dan kan ik voor deze configuratie optie kiezen. Wil ik alleen dat mensen deze data kunnen raadplegen, dan kies ik voor de eerste optie. Vervolgens kan ik nu kiezen om de data te gaan sharen. Dus ga ik eerst een analyse uitvoeren of ik alle ingevulde velden ook daadwerkelijk heb ingevuld. Nou, er treedt geen foutmelding op, dus dat is goed. Dus nu kan ik gaan delen. Dus ik druk op share. En automatisch wordt nu de data zoals die lokaal op mijn systeem staat, daar wordt een package van gemaakt, wordt een weblayer van gemaakt. En vervolgens wordt er een item in ArcGIS Online gemaakt met dezelfde opmaak en dezelfde Arcade expressies. Nou, publiceren duurt een paar tellen. En zodra dat gebeurd is, kunnen we in ArcGIS Online, even naar ArcGIS Online toe, ArcGIS.com. In de browser, ik log in met dezelfde account. En als ik nu naar mijn content toe ga, en ik sorteer eventjes op datum modified, dan zal zo, als die klaar is, hij is nog aan het publiceren, dus het item staat er nog niet. Maar zodra die klaar is met publiceren, dan zal het item in ArcGIS Online verschijnen. Misschien is het aardig ernstig als je hem publiek kan delen. Ja. Dan kunnen iedereen die kijkt bij het webinar straks ook die webmap bekijken. Precies. En dan ook bekijken hoe die arcade expressions eruit zien. Dat is een hele goeie. Ja, ik had het delen had ik al automatisch kunnen doen bij het publiceren. Ik had hier kunnen opgeven dat iedereen deze webmap mag zien. Dat kan ik ook achteraf doen in ArcGIS Online. Je kan delen met de organisatie of mensen die lid zijn van een bepaalde groep. Standaard wordt de data met niemand gedeeld, alleen met jezelf. Dus dat ze kunnen of hier delen of in online. Het publiceren duurt wat langer. Misschien dat we het dadelijk kunnen laten zien. Zeker. Dan gaan we eerst eventjes naar nieuws terug voor de rest van de slides. Goed, we hebben nu gekeken naar een demo waarin een aantal dingen de revue hebben gepasseerd rond het maken van kaarten. En we hebben ook geprobeerd om een heleboel dingetjes rondom de UI van ArcGIS Pro hierin te verwerken, zodat u ook een idee heeft van hoe het eruit ziet en hoe dingen werken in ArcGIS Pro ten opzichte van ArcMap.
Het is nu tijd, denk ik, om te kijken naar wat we verwachten in de eerstvolgende release van ArcGIS Pro. Want die is al bijna. Eind januari verwachten we deze release. En hierin zitten weer een aantal nieuwe functies die enerzijds het mogelijk maken dat al je werk wat u in ArcMap doet, naadloos uitgevoerd kan worden in ArcGIS Pro. En anderzijds dat er een aantal hele nieuwe functies in zitten die nieuwe mogelijkheden bieden met uw GIS. En als we kijken naar de roadmap van ArcGIS, dan delen we dat in een aantal kolommen. Dit is ook trouwens publiek en te vinden op GeoNet, dat is de voormalige ArcGIS blogs. En er wordt gekeken naar de nabije termijn, dat wil zeggen de eerstvolgende release meestal, middentermijn, volgende release en lange termijn is iets wat wel op de roadmap staat, maar nog niet in de eerste releases zal komen. En dit is altijd onderhevig aan verandering. Dus het kan zijn dat dingen technisch heel, heel ingewikkeld blijken en daardoor doorgeschoven worden, of dat dingen eerder geïmplementeerd worden, of dat blijkt dat de wensen, prioriteit toch anders is, dus dat we daar wat in schuiven. Maar op dit moment is dit wat de roadmap voor, hoe de roadmap voor ArcGIS Pro eruit ziet. En wat ik wil doen, is door de korte termijn heen lopen en wat voorbeelden geven van hoe dit eruit komt te zien in de volgende release. Een heel erg belangrijk nieuwe functionaliteit in de volgende release van ArcGIS Pro is het Utility Network model. En dit is zeg maar een model waarbij organisaties die kabels en leidingen beheren, op een eenvoudige manier het datamodel in ArcGIS Pro kunnen gebruiken, zodat die netwerken geëdit kunnen worden, aangepast in ArcGIS Pro. En dat ook bijvoorbeeld netwerkspecifieke functionaliteit uitgevoerd kan worden, zoals het tracen van een netwerk. Zodat als ergens een lek is, kan er getraceerd worden waar bijvoorbeeld zaken dichtgedraaid moeten worden of uitgezet moeten worden. Iets anders wat nieuw is in ArcGIS Pro zijn attribute rules. En dit heeft wel een overlap met wat we in ArcMap noemen de attribute assistant. Wat met die attribute rules mogelijk is, is bijvoorbeeld instellen wat ingevuld mag worden in een bepaald attribuutveld. Dus er kunnen constraints opgegeven worden dat als het bijvoorbeeld type een hek is, dan mag alleen maar een bepaald materiaal ingevuld worden en iets anders niet. Maar het gaat ook nog verder. Er kan bijvoorbeeld ook ingesteld worden van in welk extent mag er geëdit worden in een bepaalde featureklas en waar niet. En zal hier zo meer van laten zien. Er komen ook rapporten in ArcGIS Pro, waarbij dus net als een layout een rapport gemaakt kan worden op basis van data die geladen is. Iets wat helemaal nieuw is, is een nieuwe extensie, namelijk Image Analyst. En hierin zijn een aantal functies gebundeld. De eerste functie is de mogelijkheid om full motion video te bekijken in ArcGIS Pro. Dus video streams van drones of vliegtuigen kunnen hier bekeken worden en geplot in de kaart. En objecten uit de kaart worden in de video geplot. Een tweede functie die hierbij zit, is de mogelijkheid om in stereo te werken. Dus hierbij kunnen stereofoto's bekeken worden met een shutter glass of met een anaglyfbril of met een scherm, een speciaal scherm daarvoor. En het is ook mogelijk om 3D in stereoscopische modus te kijken, zodat het echt lijkt alsof dat bij een 3D film de objecten uit de kaart komen, uit het scherm komen. Daarnaast is het ook mogelijk om met oblique imagery te werken, wanneer de oblique data geladen wordt in de mosaic dataset, kan die bekeken worden. Dat was al mogelijk, maar er is een nieuwe view toegevoegd waarmee dit in image space bekeken kan worden, zodat de oriëntatie waarin naar de foto gekeken wordt hetzelfde is als de oriëntatie van de camera wanneer het beeld genomen is. En daarmee is het bijvoorbeeld veel beter mogelijk om te meten en dergelijke. Dus een aantal imagery gerelateerde functionaliteit, trouwens ook het maken van puntenwolken uit stereofoto's, zijn opgenomen in de nieuwe extensie Image Analyst. Iets anders wat nieuw is, is interactieve 3D-analyse. En daar ziet u hier een voorbeeld van. Dit zijn eigenlijk
andere type tools dan dat u gewend bent met de geoprocessing tools. Omdat deze tools worden uitgevoerd op basis van de grafische kaart. En de resultaten worden niet zeg maar berekend en weggeschreven. Dus het is allemaal dynamisch. En daardoor wordt het heel snel getekend. En het houdt ook rekening met alle lagen die in de scene aanwezig zijn. Dus als u een 3D scene heeft met bijvoorbeeld lagen die komen vanuit onze content. Dat u de 3D gebouw heeft ingeladen. Dan kunt u rechtstreeks erop interactieve analyses doen. Zoals deze line of sight die u hier ziet. En u ziet dat als de cursor beweegt, dat lijnen rood worden als het view geblokkeerd wordt. Naast line of sight is er ook een view shed mogelijkheid en een view dome. Waarbij bijvoorbeeld de plaatsing van beveiligingscamera's geanalyseerd kan worden op deze manier. Een andere nieuwe functie is de mogelijkheid om kaarten offline te nemen. ArcGIS Pro is een connected desktop en we zien ook dat steeds meer organisaties in steeds meer situaties data vanuit het portaal bewerken. Dus op editor of services. En daarbij kan het zijn dat je een keer data offline wil meenemen als je het veld in gaat bijvoorbeeld. Dat is ook gefaciliteerd in de volgende release van ArcGIS Pro. De mogelijkheid om data te downloaden en te synchroniseren wanneer je weer online bent. Dat zijn een aantal highlights van de roadmap van ArcGIS Pro, wat te verwachten voor 2.1. En ik wil Ernst vragen om een aantal van deze dingen te laten zien. Ja, Niels, laten we eens wat kijken wat nieuw is in ArcGIS Pro 2.1. Dan wil ik beginnen met het offline editing, om dat te laten zien. Ik heb een nieuwe map hier klaarstaan, een nieuwe view klaarstaan die ik kan openen. En zodra ik die open, ook die data die binnenkomt via webservices. Dus de data die ik hier heb staan, die komen via mijn webservice binnen. Ik kan het even laten zien op basis van de eigenschappen van deze data. En dan zien we hier dat we een URL naar een hosted feature service staat. Dus geen lokale data, maar data via een service. In dit geval kan ik op deze data ook vanuit mijn ArcGIS Pro omgeving direct gaan editen. Dus ik kan naar het edit menu toe gaan. En zodra ik daarop klik, zien we alle functies die met edit te maken hebben, die vinden we in één oogopslag terug. Dus zodra ik nu zeg van ik wil gaan editen, klik ik op de create knop. En dan krijgen we de templates te zien om de lagen die we hier zien. En dit is in dit geval het distributieleidingnetwerk van Gouda. Die we hebben ingetekend. En ik wil bijvoorbeeld een nieuwe leiding naar deze omgeving gaan maken. In dit geval kies ik uit de template voor een distributienet. En zodra ik bij een lijn komt, wordt automatisch naartoe gesnapt. En ik kan hier bijvoorbeeld deze leiding gaan tekenen. En ik kan misschien een leiding hier loodrecht op plaatsen. En diezelfde functionaliteit die we kennen vanuit de ArcMap is ook hier te vinden. Maar als we nu naar de online omgeving toe gaan, dan zien we de twee objecten die ik net geëdit heb, hier ook direct verschijnen. Nou, ik ga dat nog één keer doen, hè, want het had al getekend kunnen zijn natuurlijk. Dus wat ik ga doen is een nieuwe leiding toevoegen, die zeg maar vanaf deze kant naar beneden toe gaat. En ik ga ook nog een zogenaamd aansluitpunt zetten die bepaalde waarde heeft. Ik ga er hier eentje op het einde zetten en hier een op het einde. Nou, en zodra we naar deze omgeving toe gaan, zien we automatisch dat mijn online omgeving ook deze twee nieuwe objecten toont. Dus nu zijn we online verbonden met elkaar. Maar stel nu dat we ArcGIS Pro offline zouden willen gebruiken. Vanaf 2.1 is dat mogelijk. Op de map tabblad zien we aan de rechterkant de mogelijkheid staan om mijn map, mijn view, te kunnen downloaden. En zodra ik hierop klik, wordt er een lokale kopie zeg maar, van de service gemaakt. Er wordt eventjes een aparte dataset voor gemaakt. En zodra die klaar is, kunnen we daarop gaan editen. En dan werken we dus disconnected van de feature service. En dat betekent dat alles wat ik nu ga doen, wordt niet rechtstreeks doorgevoerd in mijn dataset.
Nou, de data is bijna klaar. De layers worden omgehangen. Dus waar we net keken toen ik op de source klikte, zien we nu dat we naar een lokale geodatabase kijken. Dus als ik hier de source van bekijk van deze laag, dan zien we nu dat die naar een lokale omgeving wijst. Dat betekent dus ook dat als we nu gaan editen, dan gaan we weer dezelfde edit functionaliteit. Voor de gebruiker verandert eigenlijk niks aan. Ik zeg van nou, ik wil een nieuwe distributielijn wil ik hier gaan toevoegen. Die parallel met deze loopt. En we kijken nu naar mijn online omgeving. Dan zien we hier niks veranderen. Ja, omdat ik offline bezig ben. Ik kan hier in de online omgeving kan ik ook van alles tekenen. Ik kan bijvoorbeeld een nieuw aansluitpunt tekenen. Laat ik die eventjes als een los object hier plaatsen. Daar kan ik attributen aan toevoegen. Maar ook deze zien we dus niet in mijn Pro zien we terugkomen. Pas als we de map gaan synchroniseren, zullen we zien dat er een synchronisatie plaatsvindt tussen de webservers en de lokale kopie die ik heb. Als het goed is, krijgen we het object wat ik net heb toegevoegd, krijgen we te zien. Plus de lijn die ik net heb toegevoegd. En ook in mijn online omgeving zien we hetzelfde beeld weer ontstaan. Dus dat is even offline editing. Ben je klaar met offline editing, dan kan je ook de map weer verwijderen. En dan worden automatisch de verbindingen naar de webservers hersteld. Goed, een ander nieuw item in ArcGIS Pro is het gebruik maken, kunnen maken van zogenaamde attribute rules. Daarvoor heb ik hier een eenvoudig voorbeeld staan. Ik heb een laag met polygonen die ik even kriskras over Nederland heb getekend. Ook hier heb ik weer diezelfde edit ribbon beschikbaar. En zodra ik hier op create druk, kan ik zeg maar polygonen gaan tekenen. Dus je kan hier bijvoorbeeld een vlak tekenen in een bepaalde vorm. Je ziet trouwens dat ik niet op start editing hoef te drukken. Ik kan direct editen. Ik heb hier wel in de ribbon de mogelijkheid om mijn edits op te slaan of te verwijderen. Dus als ik op discard druk, zal dit object verdwijnen. Ik zal het nog één keer doen. Ik ga een object hier even tekenen. En als we naar de attributen kijken, dan zien we dat een aantal attributen gedefinieerd zijn, maar die niet ingevuld zijn. Ja, met attribute rules kunnen we ervoor zorgen dat één of meer van dit soort objecten automatisch worden ingevuld. Ja, wat ik nu bijvoorbeeld wil gaan doen, is een regel instellen dat het systeem bepaalt of het polygoon wat ik invult, of dat groot is of klein, op basis van een bepaalde oppervlakte. Nou, hoe doen we dat? Daarvoor kunnen we een analyse tool gebruiken om die regel in te voeren. Die regel heet attribute rule. Die regel kan ik een bepaalde naam geven, dus noem ik groot, klein. Groot of klein is de omschrijving. Groot of klein is de omschrijving. Wat voor type is het? Dat zal een berekening zijn. En dat doen we op de laag polygonen. En wat ik wil doen, is dat ik dit wil gaan doen op basis, even wat opschrijven, op basis van het veld 1. Het eerste veld is groot en klein. En ik wil die trigger laten afgaan als ik een nieuw polygoon ga toevoegen of als ik een update ga doen. Ja, daar kan ik een script voor invullen. Nou, die heb ik al klaar staan. Ik kan aangeven dat als de omtrek van mijn geometrie groot is dan een bepaalde waarde, dan vult hij de waarde groot in en anders de waarde klein. Dus ik kopieer deze expressie, deze arcade expressie. Ik zie overigens dat ik dit niet kan toepassen voordat ik mijn edits heb gecommit. Dus ik zal eerst even hier een save doen. Voordat ik deze regel kan toepassen. Ik kan hem nu toepassen. En vanaf nu zal deze regel toegepast worden op alle polygonen die ik ga editen.
Dus als we nu weer een polygoon gaan toevoegen. En we kijken naar de attributen. Dan zien we hier nu dat de waarde groot is ingevuld. Omdat die op de omtrek groter is dan de waarde die ik had opgegeven. Gaan we nu een update uitvoeren. Bijvoorbeeld door dit polygoon te splitsen in twee objecten. Waarvan eentje wat kleiner is en de ander wat groter. Dan zie je automatisch dat het ene, het grote object, blijft de waarde groot houden. En het kleine object krijgt de waarde klein. Dus zo werken de regels door, zowel met het aanmaken als het updaten van geometrie. Ik heb ook een andere regel ingesteld. Je kan namelijk regels instellen die niet een calculation zijn, maar een constraint. Constraint op bijvoorbeeld het tekenen. En de regel die ik heb opgesteld is dat ik niet buiten het Nederlands grondgebied mag tekenen. Dus als ik nu een polygoon ga tekenen, ik teken die hier buiten Nederland. Dan krijg je hier nu een melding te zien. Die zegt, je hebt te ver naar het oosten getekend. Ik kan dit polygoon niet met F2 of dubbelklik beëindigen. Ik moet ergens anders gaan tekenen. Doe ik dat nu op Noordzee. Ik zal de melding even wegklikken, zodat je het ook kan zien. Dus zodra ik nu op de Noordzee klik, dan zie je dat er nu staat, u bent te ver naar het westen bent u gaan tekenen. Teken ik dus op het Nederlandse grondgebied. Ja, dan gaat het goed. We zien hier nog een object, zeg maar, wat al voordat de regel is ingesteld in Duitsland getekend is. Als ik dit object nu selecteer en zou willen verplaatsen, naar bijvoorbeeld verder naar het zuiden toe, en ik klik erop, ook dan gaat het niet. En dan verplaats ik dit object binnen Nederland, dan is dat wel mogelijk. Omdat het dan binnen de extent van Nederland valt. En zo zie je dat je op een hele eenvoudige manier krachtige edit-functies kan toepassen. Dus je kan attributen valideren, geometrie valideren, door simpele attribuutregels op je dataset toe te passen. Voor dit even een aantal highlights van 2.1. We hebben niet genoeg tijd om alles te laten zien van de roadshow. Het is trouwens wel zo dat een aantal van de dingen die we in de roadshow hebben laten zien, hebben we ook 2 weken terug laten zien bij een 3D-webinar. Dus misschien kunt u die nog terugkijken als u specifiek geïnteresseerd bent in de 3D-functionaliteit. Daar komen bijvoorbeeld 3D-editen, 3D-analyses terug en het delen van 3D-content op het web. We zijn alweer eigenlijk aan het einde gekomen van dit webinar bijna. Ik wil u nog een paar dingen meegeven die misschien handig zijn om aan de slag te gaan met ArcGIS Pro. En het eerste is dat we een checklist hebben gemaakt en die is te vinden in ArcGIS Online. Die u helpt om uw ArcGIS Pro project in te richten voor Nederlandse content, zodat u de Nederlandse basiskaarten heeft, het juiste coördinatiesysteem, etc. We hebben een checklist gemaakt op basis van onze best practices en die kunt u downloaden. En dit is zeg maar een kaartje waarop een aantal dingen staan, maar in de checklist staan meer uitgebreid om te beschrijven hoe u het kan doen en hoe u uw eigen project template kan maken. Het tweede is dat er heel veel te vinden is op de ArcGIS Pro blog of in de ArcGIS blog. En met name rondom de geavanceerde cartografie zijn hier heel veel mooie voorbeelden te vinden die vaak ook met een downloadbaar project gedeeld worden, zodat u dit kan toepassen op uw eigen data. Dus als u Firefly kaarten wil maken, kunt u hier informatie vandaan halen. Er zijn ook heel veel lessen beschikbaar, zeg maar tutorials die u zelf kunt vinden op learn.arcgis.com. En daarbij kunt u deze tutorials uitvoeren om zo wat meer te leren hierover. Ten slotte, mocht u zeg maar meer ondersteuning willen bij het leren van ArcGIS Pro, zijn er ook een aantal trainingen, bijvoorbeeld het programmeren voor add-ins voor ArcGIS Pro, ArcGIS Pro voor ArcMap gebruikers en voor mensen die nog niet met GIS werken, het gebruik van ArcGIS Pro. Nou, dank u wel voor het bijwonen van dit webinar en we hopen u terug te zien bij een volgend webinar.